3, 2, 1, schiet! Oké dan, applausje. We zijn toen gaan zoeken naar, ik heb het altijd genoemd, logeeradressen. Liefst op plaatsen die dicht liggen bij de bevolking. En we hebben twee soorten logeeradressen gevonden. Verzorgingshuizen en sportverenigingen. Om met de laatste te beginnen. Het kwam min of meer als geschenk uit de hemel dat de mensen van het project Actief Betrokken Club contact met mij opnamen om te onderzoeken of er met een aantal sportverenigingen niet te praten viel over het onderbrengen van een afhaalpunt in hun accommodaties. In het verleden hadden we meerdere vestigingen in de van de bibliotheek in de stad. En die zijn in de loop der jaren gesloten. En afgelopen januari is het filiaal van de Schelvorst gesloten. En hebben we van de gemeente opdracht gekregen. En wilden we natuurlijk zelf ook in de wijken toch punten hebben waar mensen hun boeken kunnen afhalen. Dus er staat geen grote collectie boeken van de bibliotheek, maar mensen kunnen vanuit huis hun boeken reserveren. Die worden opgehaald en die worden gereserveerd op het moment dat ze binnenkomen. Zorgen wij dat ze apart gehouden worden. Wij brengen ze dagelijks naar die afhaalpunten toe en die worden dan bij een sportclub of bij een verzorgingstehuis in de kast gezet en mensen kunnen daar hun boeken weer ophalen. Ik heb nog even in de boekenkast gekeken van mijn dochters. Ik heb er drie. Die hockey hier allemaal. Daarom vind ik het ook leuk dat ik hier nu mag staan. En er staan ook een aantal boeken in van hockeymeisjes. En ik heb ze niet helemaal kunnen onthouden. Maar als ik dan in de boekenkast kijk naar Bikkels en Ballenmeisjes. Dat is een van de titels in onze boekenkast. Hockey, hobbels en kunstgrasknieën. Of echte hockeyers douchen niet. Nou, bij de laatste moet je niet te veel bij voorstellen. En wat ook een hele fijne service dan is, ook al denken mensen van ik vind het fijn om zelf mijn boeken uit te zoeken in de bibliotheek. Ze kunnen het wel inleveren alleen bij zo'n afhaalpunt. Dus als je denkt van oh ik heb geen tijd om naar de stad te gaan en het boek moet terug, dan lever je het daarin en dan halen wij het op. Dus het is om te reserveren en af te halen, maar alleen inleveren kan ook.